Kees, goedemorgen. Goedemorgen. Wat gaat hier gebeuren vandaag? We hebben hier van jaar een snetrit, die organiseren wij, Jaap de Vries en ik, voor de 60e keer nu. We zijn begonnen met een 20 deelnemers in Oude Willem bij de boswachter. En nu voor de 60e keer zitten we hier bij de Albertshoeve Water en we zitten op een kleine 200 nu deelnemers. Elk jaar meer, maar ja, dat heeft ook natuurlijk te maken met het snet van Kokkie Jaap, want die is eigen gemaakt. En Nederlands beroemd, zeg je dan. Supersnet dus. Ja, supersnet. Welke kant gaat de route in? Kun je dat ook uitleggen? We gaan vandaag eens een keer een heel andere kant op. We gaan eerst richting Doldersum. Daarna door de bos een nieuwe route. Dan komen we de Werkhouslaan achter Vledderveen uit. Daar splitsen de twee routes zich. De lange route gaat door tot achter Vledder. En komt dan achter Vledderveen langs weer terug. En de kleine route die gaat bij Hoevenbosoord, die slaat daar weer terug, richting Wateren. Want dat is ons begin- en eindpunt. En de start en finish is hier? De start en finish is bij de Albertshoeve in Wateren. Nou Kees, bedankt en succes vandaag. We gaan het beleven, want het weer werkt mee hopelijk. Nou, het is goed weer nu, hè? Ja. Ja. Jan, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Wat gaat hier gebeuren? Nou, we hebben hier de Friesenrit, of nee, het is de snetrit dit jaar. En we hebben altijd in het voorjaar de Friesenrit, en nu op het moment de snetrit. En ja, dat is altijd een ontzettend groot succes. Dus dat is er vandaag de dag. Ja. Een schitterende accommodatie. Ja, zeker. Wij hebben eigenlijk van alles wat. We zeggen eigenlijk nooit nee. We hebben bed en breakfast, we hebben bungalowtjes in de verhuur, groepsaccommodaties, eventueel wat kamers in de verhuur. Nou, mensen kunnen een paard meenemen, we hebben 40 boksen, weidegang hebben we erbij en ja, zo redden we ons een beetje. En dan hoor ik net, dat zijn er weer geboekt voor volgend jaar. Ja, volgend jaar hebben we de eerste boekingen alweer binnen. En ja, dat zegt natuurlijk al genoeg. Het is hier ontzettend mooi om te rijden. De omgeving is perfect. Ja, het is een hele afwisselende natuur. En ja, daar doe je het voor. Voor de mensen ook. Ze zijn allemaal vrolijk en gezellig. En ja, het is gewoon leuk om te organiseren allemaal. Maar die boeking is voor de snetrit volgend jaar weer? Ja, de boeking is alweer voor de snetrit. En zelfs alweer eentje voor de voorjaarsrit. Dus dat is de Friese paardenrit. Ja. Nou, succes vandaag. Ja, hartstikke bedankt in ieder geval. Nou, dit is in ieder geval het gedeelte waar alle deelnemers zich inschrijven. Dus ze komen hier binnen, daar kunnen ze inschrijven. Dan gaan ze weer door en dan kunnen ze daar altijd nog even een bakje koffie drinken en een cake erbij. Nou, hier is in ieder geval het gedeelte waar de mensen zich kunnen verzamelen en een heerlijk kopje soep kunnen nuttigen. En ja, de soep die wordt alle jaren weer gemaakt door onze vaste kok, Kokkie Jaap. Daar is hij altijd heel erg druk mee bezig. Zoals nou ook, zoals u kunt zien in de keuken. Ik zal Jaap even opzoeken. Jaap, goedemorgen. Goedemorgen. Wat zit je nou in te roeren? In de pannen is net.
Ouderwetse snet. En hoeveel liter zit er in die pan? Hier zit 40 liter in. En die is ook? Daar zit 25 in. Oh, en dan raakt het allemaal op? In de kaart nog 100, in totaal 140 liter. En de vegetarische soep hebben we ook nog. Hoe bereid je die snet dan? Een geheim recept? Dat vertel ik niet. Geheim recept? Ouderwets is ouderwets. Je moet niet zeggen ja, wat erin zit. Ja, want half Nederland praat over die snet van jou. Ja. Er zitten zelfs nog varkensstaten in. Hoe noem je dat? Varkensstaten. Oh, varkensstaten. Laat zien hem. Nee, ken ik niet. Waarom niet? Je bent allemaal afgepluist. Oh. En de ja. Mensen willen geen staten zien. Nou, succes vandaag met je snetkokerij. Ja? Ja, oké. Bedankt, hè. Dames, goedemorgen. U bent deelnemer? Jazeker. Al voor de eerste keer of doen jullie al vaker hier? Vaker. Ja, goed. En waar komen jullie vandaan? Harlingen. Waar komen jullie vanmorgen weg? Dank je wel. Of heb je overnacht hier? Wij zijn hier gisteren al gekomen. We hebben gisteren al een rit in het bos gedaan. In de school en de regen. In de school en de regen. En we hebben vannacht lekker in de bungalow geslapen. En nu gaan we beginnen. Friese paarden. Friese paarden. Ja. Komen uit Friesland en we hebben Friese paarden. Dames, veel succes vandaag. Dank u wel. Komt van hier eens. Goedemorgen. Goedemorgen.
Goedemorgen is nog, hè? Goldie.
zijn. Even niet met de koppen zo. Oh, hoofden moet je zeggen. Ja. Oh, ja, mooi hè. Wow. Lachen! Haar goed voor op de foto. Veel plezier!
Gaat goed? Mooi. Hier ook. Hoi.
een paard inzetten, ei te kopen. Hallo. Hi. Ja, bijna stond die bingelo nog een keer gedaan. Dan gaan we even snijden. Dan haal ik weg. Ja, maar even een klein verhaaltje over de route. Perfect. Organisatie, perfect. Ja, super. Onderweg, perfect. Totaal geen wanklank, helemaal niks. We hebben super geregeld. Weer, mee. Weer super. Prachtig. Tot volgend jaar. Hebben jullie er eerder mee gedaan? Nee, dit was onze eerste, keer. Maar zeker niet de laatste keer. Mag ik vragen waar jullie wegkomen dan? Uit Friesland, Wons. Dat ligt bij Zürich, Makkum. Ontzettend genoten. Dank jullie wel. Mooie omgeving hier. Ja, mooie omgeving. Ja, heel mooi. Ja, Drenthe is mooi, hè? Ik ben zelf ook een Drenthe. Nee, maar echt super. Een goede reis naar huis. Ja, dank u wel. En de volgende jaar dan, hè? Ja, zeker. Ja, zeker. Hè? Dan Wodan is er dan ook weer bij. Hè? De speciale snet zeker, ook niet? Ja, slobber. Dat heeft hij wel verdiend, hè? Hard werken. Nou Kees, over deelname waren er? Er waren 184 binnenkomen uiteindelijk. Er waren zelfs nog een paar extra die zich niet aangemeld hadden, maar door het mooie weer denk ik toch gekomen zijn. En die ook naar dit gereden en allemaal naar tevredenheid zoals ik hoor van de mensen die al weer naar huis zijn. Nou Kees, er is 160 liter snet gemaakt, maar hoeveel blijft er nou van over? Nou, we dachten niet. Ik dacht niet dat iedereen nog veel van kon krijgen. Lukt het niet? Nee, want Jaap kan zo goed koken. Er is zoveel vraag naar. En we hebben trouwens ook nog 10 liter vegetarische soep. En er zijn mensen op verzoek, maar hebben we ook vegetarische soep. En die gaat er ook helemaal doorheen, want er is onbeperkt eten hier. Dat is makkelijk. De paarden die krijgen een hooi en drinken op de trailer. En de mensen hier in de kantine. Nou, voor volgend jaar veel succes. Dank u wel. En leuk dat je waard. Ik heb een paar nodig, dat mag er niet.